Goedenavond en welkom bij de wekelijkse lottotrekking. Het is vandaag zaterdag 16 april en de jackpot staat op 23,9 miljoen euro. Maak het maar weer spannend, Gerwin. Ga ik doen, Nathalie. Goedenavond en welkom iedereen thuis. En trouwens, wat zie je er mooi uit. Het wordt spannend, want de jackpot staat vanavond dus op maar liefst 23,9 miljoen euro. De notaris heeft eerder vanavond de 6 getallen en een kleur getrokken. Dan is het nu tijd voor de uitslag. De eerste bal is nummer 39. Dan hebben we nummer 18. En de derde bal is 38. Nummer 4 is 35. En de vijfde bal is nummer 17. Dan is het tijd voor de laatste bal. 15. En als je ook de kleur goed hebt, dan ben je in de jackpot. De kleur deze week is geel. En voor die dubbel check zet ik het nog even op een rijtje. 15, 17, 18, 35, 38, 39. En de kleur is geel. En dan nu het moment waar we natuurlijk allemaal op wachten. Wat zou jij doen als jij die jackpot had gewonnen, Gerwin? Ik hoop een mooi bounty-eiland voor ons. Oeh, dat klinkt wel heel tropisch. Is die jackpot gevallen? Helaas, Nathalie. De jackpot is deze week niet gevallen. Maar gelukkig kun je volgende week opnieuw meedoen. En dan staat de jackpot op maar liefst 24,3 miljoen euro. Je hebt al prijs als je twee of meer getallen goed hebt. Hoeveel winnaars zijn er deze week? Dat ga ik je vertellen. Deze week, Nathalie, zijn dat 189.727 winnaars. Allemaal van harte gefeliciteerd. Wil je deze uitzending terugkijken? Ga dan naar onze site sbs6.nl/lottotrekking. Hier vind je ook de uitslag van Cijferspel van deze week. Dit was de lottotrekking. We wensen je een fijne avond. En tot volgende week direct na Hart van Nederland. Dag!